Yo kijkers, van mij gewoon Mike en vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft Skywars video. En deze keer spelen we op Skywars. Na een lange, lange tijd. Ik word helemaal trouwens gek van al die cubelets. Ze beginnen me echt dood te irriteren. En ik ben na echt een lange, 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 lange tijd niet meer op deze server geweest. En dan irriteer je nu al aan dit soort dingen. En dat kan. Dat heb je wel eens in je leven. Waarom ik niet zoveel meer op Skywars ben geweest is eigenlijk gewoon heel simpel. Ik vond het niet zo leuk meer en niet zoveel zin om vervolgens dan een video te maken als je de gameplay niet leuk vindt die je speelt. En nu heb ik eigenlijk wel weer zin om een beetje het te proberen. Ik hoop niet dat er veel dingen zijn veranderd. Ik heb net een potje ingespeeld. En toen kwam ik al meteen een hacker tegen. Dus ik dacht van oké, CubeCraft is niks veranderd. De hackers zijn nog steeds. Misschien zijn er nog wel meer hackers dan eerst. Ik hoop het niet. Ik hoop dat die gasten gewoon één keer goed worden aangepakt. Gewoon van, oh, dus jij hackt? Oh, 3 maanden ban. Weet je wel, op zo'n manier gewoon van bam, hup, straight to the point. Goed aanpakken die gasten. Flikker op met dat zielige doel. En weet ik altijd allemaal. Want er worden heel veel mensen gereport. Die bijvoorbeeld helemaal niks gedaan hebben. Helemaal niks misdaan. En die worden gewoon gereport voor een of andere fucking reason. Omdat een ander iemand die niet kan spelen denkt dat hij hackt. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die ook waarvan hackers denken dat ze het zijn, het er ook niet zijn, maar toch. Het kan allemaal. We gaan deze gasten verpakken. Ik word helemaal... Wat? Zo, die gasten... What the fuck? Oké, dat was een best wel snel reactievermogen van die gozer. Was geen aura aansprekelijk, denk ik, maar dat was snel. Dat was die snel gereageerd. Dat is een applausje waard eigenlijk. Oh, nog een kist. Ik had helemaal niet verwacht dat er nog een kist zou liggen. Ik dacht dat hij er nog eentje boven had, maar blijkbaar niet. Oké, nu dus niet meer. Ik weet dat er 2 helemaal onderin liggen. Maar die gaan we niet pakken. Ik ga trouwens deze gast gewoon met de boog uitnemen. Oh, wacht, ik heb geen pijlen. Dat is kut. Ja, dat gaat niet werken. Even flikker op. Hupke. Zo. Ik ben het in ieder geval niet echt verleerd het PvP, merk ik. Maar ik ben ook even 10 keer sterker dan al die andere chappies waar ik tegen aan het spelen ben. Ik heb voor het eerst een beetje een goede loot, laat ik eerlijk zijn. Hé, hey, gozer, wat de fuck ben jij hier aan het doen? Met je fucking... Oké, what the fuck. Hier snap ik dus helemaal niks van. Zijn ze slechter geworden of zo? Zijn ze letterlijk slechter geworden? Want ik ben vandaag nog helemaal niet geowned eigenlijk. Alleen ben ik geowned door een hacker. En dat vond ik echt heel kut. Voor de rest, gaat hartstikke goed met Mike. Ja, dat. Ik merk trouwens wel dat heel misschien mijn cam binnenkort zal vergaan. Oh, doei. Mijn cam gaat heel misschien binnenkort weg. Waarom? Mijn cam loopt een beetje achter op mijn beeld. En dat is heel raar. En dat heeft gewoon... Bijna mijn victory ten onder. Bijna. Bijna had hij het voor elkaar om een victory ten onder. Ja, ga maar weg. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, wat een zielig mannetje ben je. Wat ben je een zielig mannetje. Oh, wat ben je zielig. Oh, wat ben je zielig. Hey, Mike. Hallo, hallo, hallo. Sorry als je te kijken was, maar ik vond het heel lullig. Oké, sorry dat ik je killde, maar het was voor een fucking opname, man. Daar kan ik niet zoveel tegen doen. Sorry voor jou, Benjamin. Ik dacht echt van, nee, wat ben je aan het doen? Maar ik snap wel waarom je ging schuilen als je mij herkende er blijkbaar in. Ik merk trouwens, is dat nee. Nee, dat is niet zo. Ik dacht dat de cooldown weer terug was, omdat ik niet die match kon joinen. Maar blijkbaar is het dus gewoon letterlijk zo dat ik gewoon wel die match kan joinen. Roept iemand de naam? Nee, nee, nee. Kijk, hier roept u het een paar keer. Benjamin van den Berg. VD, lijkt me tenminste dat het Van den Berg betekent. Dat lijkt mij wel. We zitten weer met een paar gasten in onze, ja, aan onze map. We spelen gewoon lekker desert. Ik zie dat het daar een heel... Het is gewoon letterlijk... De black side. Of tenminste, nee, de black side. En gewoon de no color side. Dat is wel cool. Alleen, ja, zijn er van hun niet zo heel veel. Ik moet trouwens de lumberjack kiezen. Maar die kies ik nooit hier op deze map. Maar eigenlijk moet ik het wel doen. Dat is 10 keer slimmer. Dan al die andere dingen. Nee, dat gaan we even niet doen. Dus ja. Een tip op desert. Neem Lumberjack. Lumberjack is echt een van de beste kits. Vind ik persoonlijk op Skywars zelf. Je hebt een wapen en je hebt superveel blokken. En ja, wat kan je nou meer hebben? Anti-knockbackers. Dit is helemaal mooi. Weet je wat? Het is helemaal mooi voor jullie. Een leuke kit.
waar je gewoon niet mee dood kan gaan. Yes! Yes, 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 yes. Ik ben zo goed op Skywars. Kijk mijn hekken, man. Kijk, kijk, kijk mijn hekken. Nee, serieus, die hekken van tegenwoordig op Skywars echt niet meer normaal. Dat is ook een van de redenen waarom er even mee stopte met spelen. Gewoon vanwege de hackers. Dus geef hun maar schuld. Ik zie echt dat trouwens echt blauwd armor aan heb. Ik heb ook echt gewoon helemaal niks. Ik, in principe, als je mij bekijkt zo op deze manier. Ik heb helemaal niks. Teamen hun? Wat? Ik ga hem even helpen. Quick reaction. Oh fuck. Nee. Nee. Oh fuck. Ik had die laatste hit moeten doen. Ik zag het al aankomen. Ik had niet moeten springen. Fuck. Dat was heel stom. Ah, ik heb trouwens de hele tijd last van mijn ogen, want ik heb last van hooikoorts. En dan ben ik gewoon niet buiten, maar ben ik buiten geweest, dan kan ik op een gegeven moment zo'n aanval krijgen. Niet dat ik opeens allemaal bultjes en weet ik het wat allemaal krijg, maar ik krijg last van mijn ogen. En ik moet super veel niezen, maar ik heb daar tegenwoordig pillen voor gekregen. Dus, maar ik zit ook aan de pillen, maar ik zit ook aan de drugs. Als je het zo bekijkt, maar ik zit dus tegenwoordig in principe ook aan de pillen. Tegen hooikoorts, dat helpt wel, want vroeger had ik neusspray en dat hielp voor gemeten. Het was eerder gewoon van huts erin en dan huf eruit. Zo was het gewoon. Het hielp voor geen meter, het hielp een beetje. Een beetje had ik het gevoel dat een beetje vertrouwen in de neusspray, dat zorgde ervoor dat mijn lichaam misschien iets beter tegen ging werken. Maar voor de rest echt gewoon van no fucking shit Mike, je gaat gewoon fucking niezen en weet ik wat. En op een gegeven moment wou ik ook gewoon niet meer naar school, maar ik ging wel een keer naar school. Maar gewoon omdat ik pijn kreeg, want het doet op een gegeven moment ook echt gewoon pijn. Je wordt er gek van, je wordt er moe van, je doet pijn en je wilt gewoon niet meer verder met je leven. Zo ver kan het gaan inderdaad. Oké, we gaan trouwens even onze kistjes pakken. Even kijken wat we allemaal hebben verzameld. Wat hebben wij allemaal in kamp Mike behaald? Oh, fuck. Die moet natuurlijk af. Zo, is dit een sharpness 4? Ja, dat is een sharpness 4. Is dit een knockback? Dat is een knockback. Oké, we gaan weer phonen. En dan ben je dood. En you're gone. Dat zie ik dan echt wel aankomen. En you're gone. Oh, ik wou net zeggen. Ben je aan het hacken? Ben je aan het hacken? Nee, nee, nee. Fuck, waarom schat ik niet raak? Wat? Ik heb op het andere eilandje geschoten. Nou man, alsjeblieft. Alsjeblieft voor de fucking kill. No problem. No problem. Zo. Oh, hij heeft muziekdingen. Oh, dat is vet. Dat wil ik ook. Dat is fucking cool. Dat is super cool. Oké. Dat wil ik ook. Ik ben misschien een beetje aan het campen. Misschien een beetje hoor. Oh fuck. Ik ben misschien een beetje aan het campen. Een beetje. Heel klein beetje maar. Alsjeblieft. Een beetje maar. Heel klein beetje even aan het campen. Even lekker aan het kijken. Hoe iedereen hier doodgaat. Eigenlijk wat het enige wat ik even moet hebben. Zijn blokken. Dus laat ik ook even blokken hakken. Ik zie dat hier wat weet ik voor wat allemaal ligt. Trouwens, werkt dat? Dat wil ik wel eens weten. Volgens mij werkt het niet. Nee, dat werkt niet. Dat dacht ik. Misschien werkt dat. Maar dat werkt niet. Want je kan namelijk met dat ding gaat zo snel dat alles hakt. Maar blijkbaar werkt het echt alleen op steen. Dat is jammer. Het zou mooi zijn geweest. Dan hadden we heel snel aan hout gekomen. Omdat het gewoon legit is om met die item in principe dat ding te pakken. Je resource. Dus ja, weet je. Misschien kon het, maar blijkbaar niet. Hup, terug. Oké, volgende. Ik wil niet campen, maar ik moet wel een beetje. Ja, moed is een ander ding, maar ik wil even niet doodgaan nu. Dat is een beetje mijn ding. Ik denk dat ik wel doodga, maar oké, kom op. We zijn bij een eiland. Nice. Wat ligt hij nog allemaal? Allemaal niks. Laat ik even wat blokken gaan verzamelen. Eventjes zo. Tik, tik, tik. Die wil ik nog hebben. Tik, tik, tik. En zo. Gaan we terug en dan gaan we gewoon naar boven. We moeten even kijken of we het midden in willen. Of we niet gewoon letterlijk ook het midden weg kunnen snipen. Dat is misschien nog wel fijner. Want ik heb nog 28 pijlen. Meer zelfs, zie ik. Misschien kunnen we een beetje een paar mensen van het midden weg snipen. En dan vervolgens dan naar het midden toe gaan. Want dat is even een stuk veiliger dan voor ons. Want we gewoon nu, we hebben wel goede armor. We kunnen wel vechten. Dat is het probleem niet. Alleen het is een beetje het probleem dat ik ook een beetje ten eerste even moet inkomen. En ten tweede, ik ben bang dat ik echt vies hard dood ga door andere lui. En dan bedoel ik gewoon van, ja, ik ga gewoon dood door anderen. Qua boog en weet ik het wat. Want ja, knockback is nou eenmaal overpowered op OP, op gewoon maps. Dit soort maps is het echt vies overpowered. Alleen op biomes vind ik het niet persoonlijk niet heel goed. Maar voor de rest echt goed. Het is echt vies goed. Oké, en meer heb ik niet. Ik moet even aan wennen aan die pickaxe. Dat die op die tool staat, zo. Oké, we gaan gewoon, even kijken, zo. Zitten we op hem.
Laten we kijken waar we heen kunnen. We nemen even een golden appeltje voor de zekerheid. Voor een of andere manier in de rug kunnen aangevallen worden. Hebben we tenminste nog twee hartjes even meer. Dan heb ik toch genoeg van die golden apples. Dus in principe kan ik mezelf ermee volvreten als ik dat wil. Oké, waar is de rest? Waar zijn jullie allemaal? Ik zie er daar een paar. Ik zie daar tenminste iemand. Hup, kom op. Snel. Nice. Ik ga niet de hele tijd aan het donker maken. Ik zie dat hij dat wel heeft gedaan. Wat bedoel ik? Nice. Nee! Fuck! Ik zag dat al aan... Oh, waarom doe ik dat ook? Ik zag dat gewoon al aankomen. Dat soort dingen, dat doe ik gewoon... Van, oh joh, gebeurt me toch niet. En dan gebeurt het. Dat is altijd zo. We lieven deze en dan gaan we nog één potje spelen. En ik hoop dat het dan een beetje leuk is. Ik hoop tenminste dat het een beetje leuk is dat ik het probeer... Ja, ik ga het niet de hele tijd zeggen. Dat ik probeer terug te komen op het YouTube zelf. Want ik heb het gevoel of ik gewoon echt mijn hele interactie met iedereen... Gewoon één keer gewoon bam, plat is gelegd. Dat gewoon... Hoe leg je dat uit? Je gaat naar school. Leuk, leuk, leuk. Nee, helemaal niet leuk, maar oké. Je gaat naar school en op een gegeven moment houdt het op, bam. Dat voelt weird. Dat al je kinderen uit je klas op een gegeven moment gewoon... Die heb je geen contact meer. Dan denk je, huh? En dat heb ik een beetje met mijn kijkers. En dat vind ik een beetje jammer. Want ik wilde juist... Ik vind jullie hartstikke tof, hartstikke aardig, lief. En ja, jullie zijn zo cute. Zo cute. Oké, kom op. We gaan even proberen wat te doen. Oh fuck. Ik dacht misschien kan ik hem er even snel afgooien, maar nee, dat lukt niet. Oké, zo dan maar even. Oh shit. Oh! Oh, rekt! Back me! Ik zat me even te concentreren hoor. What the fuck, jongen. Daar rekte ik hem even goed. Oké, ik ga die geheime chest pakken. Als het kan. Maar ik heb geen pickaxe, fuck. Dat ik wel even moet hebben. Ik had mijn helm niet eens opgedaan. Wauw. Moet je nagaan. Oh, fuck. Ik hoorde wat. Ik hoorde een kleppie. Ik hoorde een kleppie. En een kleppie is geen goed slappie. Oké, kom op. Daar ben je. Doei. Dat is weer eentje minder. Deze gozer nog eventjes de chest pakken. Heeft hij zijn onderste gepakt? Nee, zo stom is hij geweest. De onderste vooral niet meenemen. Nee. Dat hoeft allemaal niet. Oh, deze neem ik trouwens ook even mee. Had de pickaxe kan even wel van pas komen op dit moment. Huppakee, jou er even inpleuren. Ik kan niet meer nodig. Oh, kijk eens aan. Mannetje. Wat heb je toch laten liggen voor mooie spulletjes? Wat heb je toch laten liggen? Oké. Nu hebben we wel goede spullen, zo te zien. Waar is die diamond pickaxe? Daar is. Kijk eens aan. Wat leuk. Hey, jij ook een bezoek. Dat is leuk, man. Dat is nou stof, weet je. Dat gewoon mensen... Gewoon het respect... Hey, flikker op. Oké. You gonna build like that? You gonna play like that? I'm gonna play like this. I'm gonna play like this, you little bitch. I'm gonna play like this. Truck. Oké, wat ik zei... Niet van aannemen. Ik kijk te veel YouTube. En dan heb je dat je dingen van andere mensen gaat overnemen. Dat is niet goed. Dus, lekker, Mike. Taart is lekker. Oké. Ik weet niet of die gast dat zelf zegt. Zeg je dat zelf? Chippy Willy? Nee. Taart is lekker. Ja! Bobby is poep. Oké. We gaan even kijken of we nog een secret chest kunnen vinden. Want, nog steeds. Oh, deze heeft het wel doorgehad. Deze man weet gewoon die shit. Oké, kom op. Deze niet. Oké, niet zo'n hele goede ding. Ik ga niet alles er meer uitpakken, maar deels kan ik wel gebruiken. Zo. Vervolgens gaan we verder. Want ik zag daar nog een paar gasten, dus laat ik die maar ook gewoon even uitnemen. Oké, kom op. Hupsakee, kom op. Rennen. Oh, fuck. Mike, win dit, please. Ben ik toch aan het doen? Ben toch gewoon aan het winnen? Ben ik aan het winnen? Ben ik aan het winnen? Ja, toch? Ik ben toch gewoon aan het winnen? Ga ik gewoon te pletten dood, weet je wel? Oh, oké. Doei. Hey, knuffelkontje. Lekker knuffelkontje, kom eens. Hey. Hey, als je eraan begint, moet je er ook niet ophouden, hè? Hey. Godverdomme. Oh, fuck. Flikker op, alsjeblieft. Maak die gozer even dood, dankjewel. Of gaan ze nou teamen? Ze zijn nou een team met elkaar. Je kan aardig schieten, Mike. Thanks. Thanks, man. Dat is aardig. Ik weet niet hoe ik dit moet doen.
eerlijk gezegd. Ik ben een beetje bang. Ik zie dat die gast een trap aan het maken is, dus... We gaan gewoon eventjes tijd trekken. Laat die ik wil namelijk even die gasten trap laten opbouwen. Heeft hij dat al gedaan? Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Thanks man, thanks! De een helpt de ander. Dat is toch echt mooi. Dat is echt mooi. De een helpt de ander. Thanks man! Zal ik hem laten leven? Nee, we gaan hem ook doodmaken. We gaan hem ook doodmaken, zie dat mij, zie mij zeggen dan. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Like deze video natuurlijk. Als je het leuk vond, deel deze video met je vrienden, favorieten en al die andere dingen. Zie jullie terug bij een nieuwe video later.